Sinterklaas is gebaseerd op Nicolaas, een bisschop uit Myra. Hij overlijdt op 6 december. In de 13e eeuw krijgt Nicolaas een naamdag en vanaf dat moment verspreidt de Nicolaasviering zich door Europa. In 1850 wordt de gekleurde knecht geïntroduceerd door schoolmeester Jan Schenkman in het boekje Sint Nicolaas en zijn knecht. Rond 1900 krijgt de knecht de naam Zwarte Piet. Na de Tweede Wereldoorlog krijgt Sinterklaas in plaats van één Piet meerdere Pieten. Tot ver in de 20e eeuw is Zwarte Piet een niet zo'n slimme helper die stoute kinderen de roe geeft of meeneemt in de zak naar Spanje. Hij draagt gouden oorringen en heeft kroeshaar. Gaandeweg ontwikkelt Piet zich tot kindervriend, verdwijnen de oorringen en verandert zijn kapsel van kroes naar krullen.